Economen die de welvaartstheorie aanhangen, gaan ervan uit dat de welvaart kan toenemen bij iedere koop en verkoop van een product. Zowel consumenten als producenten maken een zorgvuldige afweging tussen de kosten en de opbrengsten van hun koop of verkoop. De kosten die worden gemaakt bestaan dan uit de opgeofferde schaarse middelen, ofwel tijd en of geld. Onder de baten worden bij de consument verstaan in hoeverre aan zijn behoefte aan een bepaald product wordt voldaan. Bij de individuele producent zijn de baten de opbrengsten die de verkoop van een bepaald product opleveren. Ook overheden maken kosten-batenanalyses. Er wordt dan vooral gekeken of de baten van de investering opwegen tegen de kosten van de investering. De overheid kijkt dus niet alleen naar de financiële kant, maar ook naar bijvoorbeeld veiligheid en milieu. Iedereen wil een zo groot mogelijke welvaart. Als de welvaart van één persoon niet kan toenemen zonder dat de welvaart van een andere persoon afneemt, is de welvaart maximaal. En we noemen dit Pareto-efficiënt of Pareto-optimaal. En dat is vernoemd naar de bedenker van het principe, en dat is Vilfredo Pareto, een Italiaan. Er is ook wel wat kritiek op de welvaartstheorie. De Kamercommissie die zegt... Beste kijker, gaan we even zitten. Ja, we moeten er onderwijs bij hebben. Gezondheidszorg moet erin, milieu moet erin. De informele economie moeten we meten. Dus mensen die diensten verlenen aan andere mensen, of misschien aan zichzelf, maar daar niet voor betaald krijgen. Dat is eigenlijk ook welvaartsgenerering. Bijvoorbeeld, dat soort dingen. Maar ook als er wel betaald wordt, maar het wordt niet goed gemeten. Zwart werken en zo, moeten allemaal in. Er zijn namelijk een drietal punten. 1. Er wordt totaal geen rekening gehouden met de informele economie, zoals we in het vorige hoofdstuk hebben behandeld. Er wordt ook geen rekening gehouden met schade aan bijvoorbeeld milieu. Alleen de overheid houdt rekening met schade aan het milieu. En ten derde, er wordt totaal geen rekening gehouden met andere aspecten die waarde hebben. Daar is iets op bedacht en in Nederland hebben we daarvoor de brede welvaartsmonitor bedacht. Tot nu toe lijkt het erop dat het bruto binnenlands product, dat cijfer van onze economische groei, eigenlijk dat zou bepalen. En dat is niet waar. Welvaart gaat eigenlijk over alles waar mensen waarde aan hechten. Aan je onderwijs, je gezondheidszorg, veiligheid, maar ook de effecten van wat we hier doen op landen elders in de wereld of de effecten van wat we nu doen op onze toekomst. Is onze welvaart in de toekomst dan nog wel gegarandeerd? Dat alles valt onder dat begrip brede welvaart. Als we dat beter in kaart brengen, dan kunnen we daarop ook als politiek ons beleid afstemmen. En in Nederland hebben we daarvoor de brede welvaartsmonitor bedacht. Dat is een afgeleide die ik zo meteen zal toelichten. En die is bedacht onder inspiratie van andere landen. Want in 2014 is het kleine landje Bhutan gestart met het meten van het bruto nationaal geluk. En is er overheidsbeleid te maken zodat burgers gelukkiger worden? Volgens oud-premier Yigmé Thimney van Bhutan is het antwoord ja. In zijn land wordt jaarlijks het bruto nationaal geluk vastgesteld. 2018 volgde Nederland met de brede welvaartsmonitor. En in 2019 heeft de Nieuw-Zeelandse regering besloten om ook geluk en welzijn centraal te stellen in de begroting. Nou, die brede welvaartsmonitor, die moet je maar eens even goed bekijken hier. Er wordt hier verder toegelicht. We kijken dus niet alleen naar het hier en nu. We kijken ook naar later en naar elders. Als we even inzoomen naar het hier en nu, dan zie je dat de brede welvaartsmonitor kijkt naar materiële welvaart en welzijn, gezondheid, milieu, samenleving, veiligheid, werken en leren en tenslotte wonen. Dat zijn allemaal aspecten die natuurlijk erg belangrijk zijn en die ook de mate van welvaart bepalen. Als we kijken naar later, dan zie je dat we kijken naar het economisch kapitaal, menselijk kapitaal, natuurlijk kapitaal en sociaal kapitaal. Als je wilt weten wat het precies inhoudt, dan moet je even verder inzoomen en dan zie je welke onderdelen daarin allemaal behandeld worden. Dus we kijken niet alleen naar nu, naar later, maar we kijken ook verder. We kijken ook over onze grenzen heen. En dan kijken we naar bijvoorbeeld hoe is handel en hulp ingericht, wat is onze carbon footprint, wat is de invoer van grondstoffen en de invoer van grondstoffen uit minder ontwikkelde landen. Dus we kijken echt naar het totale plaatje. Nou, deze brede welvaartsmonitor die wordt ieder jaar gepubliceerd en dat doen we al sinds 2018. Maar dan meet je ook zoiets als tevredenheid, ongelijkheid. Hoe objectiveer je dat? Hoe meet je dat? Ja, al dat soort zaken worden gemeten. Nou, we zijn natuurlijk niet over één nacht ijs gegaan. 30 jaar geleden was er al een rapport van de Verenigde Naties die een eerste verkenning deed naar dit terrein. Dat ging vooral over zaken als duurzaamheid. Nou, in de tussentijd heeft de internationale gemeenschap natuurlijk niet stilgezeten. Dus er is een internationale werkgroep geweest
ook om de voorzitterschap van het CBS. En die hebben eerst eens gekeken naar die fundamentele vraag, wat is dat nou, brede welvaart? En vervolgens de vraag van, hoe meet je dat? Nou, daar is een meetsysteem uit voortgekomen met aanbevelingen van wat voor dingen je zou kunnen meten. Dus een hele set van indicatoren, echt heel veel verschillende indicatoren, waarop wordt gekeken van, nou, hoe ontwikkelt die brede welvaart zich? En dat zijn al zaken als gezonde levensverwachting, tevredenheid met het leven, vertrouwen in de medemens, doen van vrijwilligerswerk, maar ook bijvoorbeeld inderdaad die materiële welvaart gemeten in consumptie. Eigenlijk alles wat je kunt bedenken, dat wat impact is op de kwaliteit van leven, dat hebben we in kaart gebracht. Maar hoe vang je dat dan in een cijfer? Nou, dat doen we dus precies niet. Hè. Want als je het in één cijfer zou vatten, dan moet je ook gewichten gaan toekennen aan al die verschillende indicatoren. Ja, vraag 10 mensen... wat zij het belangrijkst vinden in het leven, waarschijnlijk krijg je 11 verschillende antwoorden. De een zal gezondheid belangrijker vinden. Weer iemand anders geeft de voorkeur aan veiligheid. En een derde zegt, nee, het gaat allemaal om de natuur. Dus ja, dan moet je kijken, als je één cijfer wil doen, dan moet je al die dingen een gewicht toekennen. Ja, dat is in feite ondoenlijk. Een andere reden is, kijk, we zijn natuurlijk gevraagd door de Tweede Kamer, commissie Grashoff heeft dat gedaan, om die monitor op te stellen, om al die indicatoren op een rijtje te zetten. Ook met het idee om te kijken van hoe kunnen we daar beleid op voeren. Van ja, maar, waar gaat het goed? En dan vervolgens, wat heeft aandacht nodig? Ja, en als je dat in één cijfer samenvat, ja, dan bewijs je hen ook geen dienst. Want dan zien ze één cijfer. Ja, nou, de stand is nu 13. Ja, wat betekent dat nou? Oké, okay, maar wat...